Zwaan kleef aan. Er was eens een houthakker die drie zoons had. Op een dag, toen de man ziek was, stuurde hij zijn oudste zoon naar het bos om hout te hakken. In het bos ontmoette de jonge man een oud grijs mannetje dat hem wat eten vroeg. Niets daarvan, zei de jongen. Ik eet het liever zelf op. Hij at zijn brood op, zocht een geschikte boom uit en begon te hakken. Maar bij de eerste slag raakte hij zijn mond. Hij moest geen tanden uit. De volgende dag ging de tweede zoon op naar de Nu was het de beurt van de jongste zoon, door iedereen domme hamers werd genoemd. Toen hij in het bos het grijze mannetje ontmoette, gaf hij hem de helft van zijn brood. En samen zaten zij gezellig te eten. Ik zal je voor de goedhartigheid belonen, zei het mannetje. Hak deze boom om en neem wat u dus een wortelspin mee naar de stad. Na die woorden verdween het mannetje. Hans ging aan het werk. Hij hakte de boom om en tussen de wortels vond hij een gouden zwaan. Hij nam het dier onder de arm en vertrok naar de stad. In de herberg van de stad dronk hij een glas wijn. De dochter van de herbergier wil zo'n... Wilde wel zo'n mooi gouden veertje hebben. Ze probeerde de zwaan een veertje uit te trekken. Maar kon haar hand niet meer van de zwaan loskrijgen. Haar zusjes, die haar wilden helpen, probeerden haar los te trekken. Maar nu bleven zij ook vastkleven aan de zwaan. Toen Hans verder ging met zijn zwaan, moesten zij wel met hem mee. De dominee vond het maar niets dat die drie meisjes zo achter een jongen aanliepen. Hij probeerde hen los te trekken. Maar nu zat ook hij vast. Evenals de koster die de dominee te hulp was geschoten. Een boer die hem wilde bevrijden, bleef nu ook vastzitten. En zo trok Hans met zijn zwaan kleef aan verder door de stad. Hij kwam met zijn stoet ook langs het Koninklijk Paleis. Daar woonde een prinses die al in geen jaren meer had gelachen. Haar vader, de koning, had bekendgemaakt dat wie haar aan het lachen kon maken, met haar zou mogen trouwen. Dat zou mij wel lukken. Toen de prinses de vreemde optocht van Hans voorbij zag komen, barstte zij in lachen uit. Maar haar vader vond dom Hans geen geschikte bruidegom en probeerde onder zijn belofte uit te komen. Voor je met de prinses trouwt, moet je me eerst een man brengen die al het brood uit mijn bakkerij kan opeten, zei hij. Verdrietig ging Hans terug naar het bos. Zo'n man bestond toch niet? In het bos hoorde hij een man die kreunde. Ik heb zo'n honger, ik zou wel een bakkerij leeg kunnen eten. Hans nam de man mee naar het paleis. De man at de hele bakkerij leeg, tot aan de laatste kruim brood. Nou, dat was te gemakkelijk, zei de koning. Breng mij een man die mijn hele wijnkelder kan leeg drinken. Oh, dat ken jij wel. Weer ging Hans naar het bos en hij zag een man die zat te huilen van de dorst. Kom maar met mij mee, zei Hans. En bij het paleis aangekomen, dronk deze man de hele wijnkelder van de koning leeg. Kijk, en jij? Dit was ook te gemakkelijk, zei de koning. Ik wil dat je met het schip naar het paleis komt zeilen. Dit was inderdaad een heel moeilijke opdracht, want het paleis lag namelijk niet aan het water. Er was zelfs geen slootje in de buurt. Hans ging weer naar het bos. Daar vond hij het oude grijze mannetje. Ik zal je nog één keer helpen, omdat je een goed mens bent, zei het mannetje. En hij gaf de jongen een prachtig schip waarmee hij over het land kon varen. Dolgelukkig zeilde Hans naar het paleis. Daar stond de prinses al op hem te wachten, want ze wilde graag met Hans trouwen. De koning moest nu wel toegeven en gaf zijn toestemming voor het huwelijk. En zo leefden zij nog lang en gelukkig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij.